Ja, we hebben net mogen genieten van een prachtig optreden van de Jukebox Boys. Een geweldig vierstemmig optreden. En aan tafel heb ik inmiddels Gerard Schiphorst en uw vrouw Marije van der Zanden. Met een objectentheater genaamd De Tube. Wat is een objectentheater? Ja, we zijn Tamtam Objectentheater, dat is ons theater. En objectentheater, ja, onze acteurs zijn spullen, gevonden voorwerpen voornamelijk. En daarmee maken we beeldende voorstellingen. Dus, zonder tekst. Ja, het komt... En wat ik heb kunnen vinden, want ik heb me enigszins proberen voor te bereiden op u. Dat is Safe Electronic Fireworks. Dat was naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede. Ja. Heeft u toen iets heel moois bedacht om aan de ene kant een ode te brengen aan de mensen. En aan de andere kant toch het onder de aandacht te blijven houden. Ja, ja, ja. Wat was Safe Electronic Fireworks? Oh ja, dat was eigenlijk een geintje tussendoor. Of een geintje. Nou, het was ook eigenlijk net als dit, de Tube. Een reactie op wat er in de maatschappij in de hand is. Want dat is wat je als kunstenaar natuurlijk doet. Daarom vind ik het ook geen onbelangrijk voorbeeld. Want toen ik dit zag, moest ik daar heel erg aan denken. Want u heeft nu ongeveer hetzelfde gedaan met de coronacrisis. Ja, in feite wel. Ja. Naar aanleiding van de coronacrisis heeft u namelijk de Tube bedacht. Ja. En wat is dan die knipoog of die boodschap die u met de Tube wil overbrengen aan de mensen? Ja, we zaten dus 3 weken in quarantaine en dat is niet leuk. We zouden eigenlijk op tournee zijn in Spanje, Portugal en dat soort dingen. En dan ga je dus zitten piekeren en denken, na de eerste schok van oké, alle tournees in het najaar zijn afgezegd, dan ga je denken van, wat kan er wel? Want ja, hoe kunnen we wel het publiek een soort van hoop geven? Aan de ene kant door iets te maken wat ze kunnen zien, maar aan de andere kant ook door te laten zien dat wij ons niet uit het veld laten slaan. Dat is eigenlijk heel belangrijk. En dat jullie vooral doorgaan. Ja. Marije, waarom is het met name belangrijk om dat uit te stralen en ook door te geven? Omdat ik denk dat het heel belangrijk is om hoop de wereld in te sturen. En ik vind wel dat het meer een statement is dan een verdienmodel voor één man, voor één persoon spelen. Maar het betekent ook wel dat je helemaal alleen voor jou 2 minuten lang theater krijgt. Hoe kan je dan met het Tamtam Objectentheater hoop overbrengen op mensen? Dat is die onverzettelijkheid van de makers om gewoon door te gaan en om je niet door een virus uit het veld te laten slaan. Ook al heb je gedurende dit komende jaar verder helemaal geen voorstellingen. Gerard staat echt te springen om u aan te vullen. Nou, weet je, dat doen we natuurlijk altijd. Dat is wat theater doet. Theater raakt je en dat geeft je een soort van levenskracht. Het doet je nadenken over dingen. Dat is met alle kunst. En daar zit ook hoop bij in. En juist het feit dat je in zo'n periode waarin niks mag, niks kunt, dat je binnen zit en alleen maar naar YouTube kan kijken. Vandaar dus ook de Tube. Maar dan kan je er ook voor kiezen om een vlogcamera te nemen en een YouTube-kanaal op te zetten en een verhaal te vertellen. Waarom kiest u voor deze vorm? Omdat het live moest. Juist dat je weet dat iemand live voor jou staat te spelen. Want dat miste ik dus echt in al die... We hebben zelf ook dingen op online gezet. Nou, wat ik miste is dat je gewoon zit te kijken en dat je weet dat die acteur voor jou aan het spelen is. De hele zaal ademt tegelijk, lacht tegelijk, houdt zijn adem in. En ik als speler voel de energie van het publiek en pas mijn timing erop aan. En dat is zo'n unieke ervaring. Was u tijdens de coronacrisis bang dat u die energie nooit meer zou voelen? Nee, eigenlijk niet. Nee. U ging er al vanuit dat het wel weer goed zou komen? Of dat u een manier zou vinden om het toch weer terug te vinden? Ja, je bent een creatief mens. En die creativiteit die hebben wij in dienst gezet van van de toekomst. Ja. Ja, ik heb vandaag allerlei mensen aan tafel gehad. Beeldende kunstenaars, artiesten. Ik denk dat ik dit vooral moet zien. Ik moet dit vooral meemaken. En ik denk dat jullie vooral moeten gaan spelen. Ja, het is heel moeilijk. Want wat ik al net betoog, je zou het live moeten zien. Is nog een probleem, want we hebben wel die dingen gemaakt, maar er is nog geen afzetmarkt. Ja. Natuurlijk, dat zijn we nu aan het proberen. Gisteren was de première voor 1 persoon, voor de wethouder in Deventer. Maar die afzetmerk die gaat wel komen na dit optreden. Nou, waarschijnlijk zijn wij even goed bezig. De camera's kijken mee, hè? En een heleboel mensen vanuit het hele land. Ja, precies. Maar je moet het dus echt leuk met de camera, maar je moet het live zien. En namens hoeveel mensen gaan jullie tekenen?
Namens onszelf, want onze objecten hebben geen tekenbevoegdheid. Heel goed. Bescheiden, maar heel goed. Daar schrijf ik 2 op. Dat komt er dus bovenop. Ik zou zeggen, jullie mogen tekenen allereerst. Okay. En daarna meteen optreden. Goed. Goed. Yes, dank jullie wel. Dank jullie wel. Twee, dus daar komen we op. Ja, daar mogen jullie tekenen. De stiften, de nieuwe stiften, die liggen ook al klaar. Daar komen we dus op 359.502. Dan gaan we dus kijken naar Gerard Schiphorst en Marije van der Zande van het Tam Tam Objectentheater met The Tube. Het is tijdens zo'n cultuur in actie live uitzending helemaal niet erg als er technisch iets fout gaat. Daar hebben we alle begrip voor. En terwijl Gerard het technische probleem aan het oplossen is, verheugen wij ons natuurlijk enorm op zijn optreden. Wat staat er trouwens op de zijkant? One Person Miniature Theater. Het gaat nu echt gebeuren. Gerard met The Tube. Het Tam Tam Objectentheater presents The Tube. Gerard Schiphorst, enorm bedankt. Dankjewel. Jullie ook heel veel succes natuurlijk. Ik denk dat ik maar...